Ook van mij nog eens een warm welkom bij deze online inspiratiesessie. Ik ga eventjes mijn presentatie delen met jullie. De Olympische en de Paralympische Spelen die vinden volgend jaar plaats in Parijs. En dat iconische moment willen we natuurlijk niet naast ons laten liggen. En is eigenlijk de bedoeling om samen met een aantal partnerorganisaties zoals MOVE, zoals de Vlaamse Sportfederatie, G-Sport Vlaanderen en lokaal netwerk Sportbeleid, om daar eigenlijk een campagne rond te doen. Ik ga die campagne vandaag via deze presentatie kort eventjes voorstellen aan jullie. Dat is ongeveer de inhoud. Waarom doen we die campagne? Wie willen we daarmee bereiken? Op welke manier kunnen we ondersteunen? Wat kan je winnen? En zo verder. Maar heel belangrijk zijn natuurlijk die Olympische en die Paralympische Spelen. Ze zijn zelden zo dichtbij geweest. En onze kansen op medailles door ons Vlaamse en Belgische topsporters zijn nog nooit zo groot geweest. Dus het is eigenlijk een unieke kans om die beleving eigenlijk naar Vlaanderen te trekken en om Vlaanderen letterlijk en figuurlijk in beweging te zetten. In aanloop naar die Olympische Spelen zullen onze topsporters iedereen, alle Vlamingen uitdagen via scholen, via sportclubs, via gemeenten om via sportieve uitdagingen zelf een VIP 2024 school, gemeente of sportclub te worden. En als jullie die uitdaging aangaan, dan krijg je die status en maak je uiteraard kans op fijne prijzen. Dus dat is eigenlijk het hoofddoel van onze campagne. Uiteraard heeft onze campagne ook een logo en dat zie je nu voor jou. Dat is het VIP 2024 logo. En VIP staat in dit geval niet voor Very Important People, maar voor Vlamingen in Parijs. Wie willen we bereiken met onze campagne? Enerzijds zijn dat zowel lokale besturen en hun burgers. Dus dat kan ook zijn dat een gemeente of een stad deelneemt aan de VIP 2024 campagne. Anderzijds willen we scholen, jongeren en de schoolgaande jeugd bereiken door een campagne te doen naar VIP 2024 scholen. En ook sportclubs die we bereiken via federaties. En zo kunnen ze de status VIP 2024 sportclub bekomen. Dus we hebben eigenlijk drie grote doelgroepen binnen onze campagne. En die zie je hier voor jou. Nu, voor vandaag is uiteraard het belangrijkste. De belangrijkste doelgroep de scholendoelgroep. De schoolgaande jeugd en de jongeren. Maar ik wil er wel heel hard op nadrukken dat zowel naar scholen als naar lokale besturen als naar sportclubs, dus zowel voor de drie doelgroepen, dat er altijd dezelfde filosofie wordt gehanteerd. Dus dat wil zeggen dat we altijd met dezelfde basisgedachte en basisslogan ons richten naar de drie verschillende doelgroepen. Dat is van doe mee aan de drie uitdagingen. Dat zijn allemaal drie verschillende uitdagingen per doelgroep. En win zo of maak op die manier kans om een trip naar Parijs te winnen. Nu, we gaan ons een keer dieper inzoomen op het luikje rond de scholen. En dan ook wel heel specifiek het basisonderwijs. Want er is een verschil in aanpak naar basisonderwijs en secundair onderwijs. Het traject voor basisonderwijs is iets of wat verschillend dan het traject naar het secundair onderwijs. Voor het basisonderwijs, daar luidt zoals bij de andere doelgroepen de slogan voldoe drie uitdagingen. En wat is de eerste uitdaging? Dat is eigenlijk organiseer Sportkompas. Sportkompas is een bestaand concept dat zich richt naar leerlingen van het derde en het vierde leerjaar. En van september, dus vorig jaar september, tot eind december kan je inschrijven voor Sportkompas met een eigen testteam aan gratis wel, dus dan is het eigenlijk niet betalend. Anders als je een testteam vraagt van Sportwerk Vlaanderen is het 10 euro per testteam. En kan je je registreren via de website. Wat houdt Sportkompas in? Sportkompas bestaat eigenlijk uit drie kleinere luikjes. Dat zijn de I-Do-testen. Dat zijn 12 fysieke testen waarbij het kind kan ontdekken welke sport het best bij zijn fysieke vaardigheden past. Daarnaast is er ook de I-Like-module. Dat is een applicatie online waarbij het kind zelf kan uitzoeken welke sport hij of zij echt graag doet. En dan is er nog de IM-vragenlijst, waarbij dat gepeild wordt naar persoonlijke intrinsieke motivaties om aan sport te doen.
We geven de mogelijkheid aan scholen om in een ruimere periode, dus je ziet het vanaf september 2023 tot december 2024, om Sportkompas af te nemen. Dat kan zijn de I-do-test of en/of de I-like-test. Dus je krijgt daar eigenlijk een ruimere periode waarin dat je het op een gratis manier via een eigen testteam kan hanteren. De volgende uitdaging is lanceer de Beweegbuddy. De Beweegbuddy is een online platform dat kan gebruikt worden bij klassen van het eerste tot en met het zesde leerjaar. Dat is reeds een bestaand platform. Het is de bedoeling dat de Beweegbuddy de kinderen tijdens, tussen de lesuren zelf inspiratie geeft om een aantal bewegingstussendoortjes te doen. Er zijn vier thema's binnen dat online platform. Is beweeg tussendoor, dat zijn heel korte opdrachtjes. Beweeg samen, dat wil zeggen dat je samen met de klasgenootjes beweging doet. Beweeg meer of beweeg slim. Dus dat gaat dan meer over het cognitieve uitdagingen gecombineerd met sporten en bewegen. Nu, naar aanleiding van de Olympische en de Paralympische Spelen hebben wij dat platform uitgebreid. Dus vanaf 1 februari tot en met eind juni zullen er extra filmpjes van topsporters worden toegevoegd die een bewegingstussendoortje doen. Daarnaast zal ook de omgeving van de Beweegbuddy waar dat hij zich momenteel in bevindt, bevindt hij zich in een ruimteschip, worden aangepast naar een Olympisch stadion en de gadgets die kinderen kunnen vrijspelen door een level te stijgen, die worden ook gedesigned in een Olympisch kleedje. Dan als derde uitdaging hebben we organiseer een jeugdolympiade. Nu, die verschillende uitdagingen, ik zeg nu de eerste uitdaging, de tweede of de derde. Uiteraard ben je vrij om te kiezen als school welke uitdaging dat je doet. Je kan perfect enkel en alleen de Beweegbuddy doen. Je kan Sportkompas en jeugdolympiade doen. Of je kan ze uiteraard alle drie doen. Daarin ben je uiteraard vrij. Organiseer een jeugdolympiade, dat kan je als school zelfstandig doen, maar je kan dat natuurlijk ook in samenwerking doen met de stad of de gemeente waarin je school gehuisvest is. Voor het basisonderwijs gelden de leerjaren van het derde tot en met het zesde leerjaar, dus het is niet toegankelijk voor de eerste graad van het basisonderwijs. En je kan ermee aan de slag vanaf 1 februari tot eind april. De jeugdolympiade is een testbatterij, dus dat wil zeggen dat er ook scores aan verbonden zijn. Het is ook wel de bedoeling dat de resultaten van die scores in een platform ingegeven worden voor eind april, dus voor 30 april. In een notendop, wat is de jeugdolympiade? De jeugdolympiade, het basisconcept is daarvan eigenlijk dat kinderen het beste van zichzelf geven in één of meerdere sporten om een bronzen, zilveren of gouden medaille te kunnen behalen. Er zijn verschillende sporten, er zijn er eigenlijk 15. Ik kom daar straks nog eventjes op terug. En per sport is er één testbatterij. Die testbatterij bestaat uit 5 testen of 5 oefeningen. In principe is de bedoeling dat die 5 testen in 50 minuten met een klasgroep van 20 à 25 kinderen zou moeten kunnen afgenomen worden. Er is een laag instapniveau, dus dat wil zeggen dat het voor iedereen haalbaar zou moeten kunnen zijn om deel te nemen. Het is ook de bedoeling dat de testen kunnen afgenomen worden met eenvoudig materiaal dat in principe aanwezig zou zijn op school. Dat het organisatorisch heel duidelijk en gemakkelijk te organiseren is door de leerkracht. Dat die scoreverwerkingstabellen, die staan allemaal in het draaiboek, die zijn eigenlijk niet zo heel complex. En het is ook toegankelijk voor het buitengewoon onderwijs of leerlingen met een beperking, want er worden in het draaiboek ook de nodige tips gegeven hoe je een bepaalde oefening kan aanpakken als er bijvoorbeeld iemand in een rolstoel zit of als er iemand een visuele beperking heeft. Dus kort samengevat, de testen worden ofwel op school ofwel via de gemeente afgenomen. Je kan zelf kiezen of je één of meerdere sporten aan bod laat komen. We hebben nu 15 sporten in de Jeugdolympiade zitten. Je kan er perfect eentje doen, of je kan er 5 doen, of je kan ze allemaal doen. Ik denk dat alle 15 sporten integreren een hele klus is.
Dus ik ga ervan uit dat dat bijna niet zal voorkomen. Dat mensen kiezen, zullen kiezen tussen een aantal sporten. De draaiboek en de testbatterijen die zijn opgemaakt in samenwerking met de Vlaamse Sportfederatie. Dus die zijn sporttechnisch helemaal correct. En die zijn ook samen met MOVE bekeken. De scholen en de gemeenten, als je deelneemt aan de Jeugdolympiade, ontvang je een startpakket. Daar ga ik straks ook nog wel wat uitgebreider aan bod laten komen. En uiteraard, alle kinderen die deelnemen, ontvangen een gadget en een deelnameattestje. Dus we hebben de drie uitdagingen voor basisonderwijs: de beweegbuddy, Sportkompas en de Jeugdolympiade. Je kan perfect kiezen als school: doe je er eentje, doe je er twee of doe je er drie. Als je er drie doet, dan kan je eigenlijk deelnemen aan één van de drie slot-events. Dus enkel en alleen als je alle drie de uitdagingen voltooit, kan je zogezegd de gouden medaille behalen en kan je doorstromen naar het slot-event. Die slot-events, dat zijn drie data in mei, waarvoor dat je kan bij inschrijvingen aanduiden welke datum je verkiest. En de winnaar, de uiteindelijke winnaar van die drie slot-events, die gaat met een klas of met een deel van de school naar Parijs kunnen gaan. Dus die drie feestelijke slotmomenten in mei die vinden plaats op 16 mei in Herentals, op 23 mei in Hofstade en op 30 mei in Blankenbergen. Dat zijn eigenlijk drie leuke afsluitende events, waarbij de kinderen nog eens uitgedaagd worden, waarbij dat er een afsluitende show is, een awarduitreiking van de winnaar. En waarbij dat de VRT ook nog een leuke reeks op televisie zal maken. Dus VRT Studios die maken een reeks van vier afleveringen van ongeveer 30 minuten. En scholen die alle drie de uitdagingen, dus beweegbuddy, die Sportkompas en Jeugdolympiade, voltooien, die worden door de VRT gevolgd in hun voorbereidingen. En tijdens de slot-events brengen ze ook nog een keer alles in beeld aan de hand van de creatieve uitdagingen. En eigenlijk worden zij dan op tv gelauwerd en wordt daar dan de winnaar naar Parijs gestuurd. Dus dat wordt wel nog een heel leuk format dat dan ook op tv te volgen is. Dan gaan we over naar het secundair onderwijs. Het secundair onderwijs, ja, die volgt eigenlijk dezelfde filosofie als het basisonderwijs, zijnde voldoe aan drie uitdagingen. Je kan hier ook opnieuw zelf je uitdagingen kiezen. Dus dat is ook enerzijds nog doe mee aan de Jeugdolympiade. Dat is enkel voor het eerste graad secundair onderwijs. Dus enkel voor het eerste en tweede middelbare dat nog beschikbaar is. Voor de oudere groepen zijn de testen allicht iets te evident en iets te gemakkelijk. Ook opnieuw van februari tot april. En je kan dat alleen doen of in samenwerking met de stad of de gemeente. Daarnaast voorzien we elke maand, dus in de maand februari, de maand maart en de maand april, bij de start van de maand één uitdaging die een topsporter zal lanceren. Dat zal ofwel een creatieve uitdaging zijn, ofwel een uitdaging waar dat samenwerken centraal staat, of eerder een competitieve uitdaging. En onze topsporters die hebben dat al helemaal voor zich, die zien het al helemaal voor zich. En dat komt, ja, dat zal eigenlijk een heel creatieve en leuke opdracht zijn. Hier ook moeten bewijsstukken en beeldmateriaal geüpload worden via de website voor 30 april. Als school, misschien nog belangrijk om te vermelden, als school kan je eigenlijk zelf je drie uitdagingen kiezen. Je kan bijvoorbeeld de Jeugdolympiade combineren met twee uitdagingen van topsporters. Of je kan als school zelfs kiezen om de drie uitdagingen van de topsporters te voltooien en niet deel te nemen aan de Jeugdolympiade. Dus het traject voor het secundair onderwijs is iets of wat verschillend dan het traject van het basisonderwijs. Daar hebben we de challenge van topsporters, de Jeugdolympiade. Op basis van de ingediende bewijsstukken zullen drie scholen geselecteerd worden die dan in de maand mei zullen deelnemen aan een wedstrijd, een radiowedstrijd op M&M.
En de winnaar van die radiowedstrijd, die wordt dan de uiteindelijke VIP 2024, de ultieme VIP 2024 school, die de trip naar Parijs wint. Een belangrijke vraag waarschijnlijk voor jullie. Er zijn drie opdrachten telkens voor basis en secundair. Maar hoe gaan we nu vanuit Sport Vlaanderen en MOVE jullie ondersteunen? We gaan dat doen op drie manieren. De eerste manier is wij voorzien een promotiepakket. Dat wil zeggen, als jullie meedoen aan de campagne, ontvang je van ons een banner, een vlaglijn, een aantal affiches, lampionnen. Dat is eigenlijk om de volledige school aan te kleden en wat meer in die Olympische en die Paralympische sfeer te brengen en onder te dompelen. Het promotiepakket ontvang je sowieso vanaf 1 februari. En elke school die registreert, ben je nu een basisschool of een secundaire school, ontvangt dat promotiepakket. Naast het fysieke promotiepakket, zijn er ook een aantal digitale visuals en formats die op de website ter beschikking staan en die je als school of als leerkracht kan gebruiken om toe te voegen aan je Facebook of je Instagram-pagina. En dan de uiteindelijke scholen die VIP 2024 school worden, die krijgen nog een laureaatplaat die vooraan aan de school kan gehangen worden. Eventjes drinken. Naast het promotiepakket voorzien wij ook een ondersteuningspakket voor scholen. En dat is eigenlijk een startpakket voor de Jeugdolympiade. Dat is enkel en alleen als je als school of als gemeente aangeeft dat je de organisator bent van de Jeugdolympiade. Dat is dan los van, stel nu dat je kiest voor ik doe mee met de Beweegbuddy en Sportkompas en niet de Jeugdolympiade, dan zal je dat pakket ook niet ontvangen. Dus dat is afhankelijk, de samenstelling van dat pakket is afhankelijk van het aantal sporten en afhankelijk van het aantal opgegeven kinderen of het aantal kinderen die zullen deelnemen aan de Jeugdolympiade. Je ziet hier twee voorbeeldjes wat erin zit in dat startpakket. Er zit bijvoorbeeld een stickervel in met allemaal stickertjes van sporten. Die kan je dan op het scoreformulier kleven van de deelnemer zelf, dus van het kind zelf. Het kind krijgt dan een scoreformulier waar dat ze de score per sport kunnen opzetten en die kan hij daar dan opkleven, plus dan eventueel de medaille, de sticker van de medaille die ze behaald hebben, een bronzen, een gouden of een zilveren sticker. Wat zit er nog in dat startpakket? Dus die scorekaart hebben we daarnet al eventjes gezien. Logo van elke sport hebben we net gezien. Daarnaast is er ook nog een scorekaart voor de leerkrachten of voor de afnemers van de testen, zodanig dat ze eenvoudig kunnen noteren van x aantal kinderen van die leeftijd hebben goud behaald in die sport, x aantal kinderen hebben zilver behaald in die sport en zo verder. Dan zijn er ook stickervellen met medaillestickers in brons, zilver en goud. Er zijn ook clipboards voor de testafnemers. Dat zijn er 5 per startpakket. Er zijn een aantal balpennen. Het is het fysieke draaiboek, krijg je ook bij het startpakket. En er zal een gadget voor elke leerling ook nog in zitten in het startpakket. Het draaiboek, is heel belangrijk om te weten, is momenteel al beschikbaar op onze website online. Dus daar kan je heel wat informatie terugvinden. In dat draaiboek zitten de verschillende organisatievormen, de verschillende testen worden daar beschreven. Er wordt beschreven welk materiaal je nodig hebt. De scoretabellen zitten erin. Er zitten tips in. Iets te snel. En er zitten eigenlijk ook een link in het draaiboek naar een aantal filmpjes. Want alle testen die uitgeschreven staan in het draaiboek, die zijn eigenlijk ook verfilmd. En daar bestaan video's van die op de website te bekijken zijn. Dus als je nog niet zo heel goed zicht hebt van hoe moet dat in de praktijk allemaal verlopen, hoe kan ik dat organiseren, dan kan je zeker eens een kijkje gaan nemen in het draaiboek. Daar staat er bijvoorbeeld bij basketbal vind je eigenlijk een plattegrond van op welke manier kan je alle 5 testjes op bijvoorbeeld één basketplein gaan organiseren.
Wat is test 1, test 2 en test 3 en wat heb ik daarvoor nodig? Welke zijn nu de 15 federaties en 15 sporten die meewerken? Je ziet ze hier. Dat is atletiek, korfbal, volleybal, badminton, paardensport, wind- en watersport, basketbal, rugby, zwemmen, fietsen, handbal, judo, gymnastiek, hockey, twee soorten hockey, veldhockey en urban hockey, en gewichtheffen. Dat zijn de 15 sporten waarvoor er een testbatterij is voorzien in het draaiboek. Naast het startpakket voor de Jeugdolympiade wordt er ook nog een educatief pakket voorzien. Dat is enkel voor het basisonderwijs. En in dat educatief pakket is de bedoeling dat je dat kan gebruiken naar aanloop van de Olympische Spelen binnen je lessen. Dat geeft aan van wat zijn de Olympische Spelen, waar zijn ze ontstaan, hoe kan je een topsporter worden, hoe leuk is dat een topsporter zijn of hoe moeilijk is dat. Hoe ziet het leven van een topsporter uit en zo verder. Daarnaast in dat educatief pakket zal ook een nieuw boek van Mark de Bel, De Spelen van het Biesbos, beschikbaar zijn. Dat is vanaf begin mei. En dan de hamvraag. Ik heb het hier daarnet waarschijnlijk al een paar keer laten vallen. Maar wat kan je winnen? Je kan dus de ultieme prijs is, ga met je school naar Parijs. Dat wil zeggen dat we 50 tickets, of dat staat gelijk aan één bus, naar Parijs sturen. Dat is één school uit het basisonderwijs. Dat wil zeggen dat dat de winnaar is bij het laatste slotevent. En één school uit het secundair onderwijs. En die school die wordt eigenlijk via de radiowedstrijd van M&M bekendgemaakt. Uiteraard zijn er ook heel wat andere prijzen, zoals waardebonnen voor sportmateriaal ter waarde van 500 en €250, vouchers voor deel te nemen aan sportklassen, sportdagen binnen een centrum van Sport Vlaanderen ter waarde van €250, een bezoek van een topsporter, er is een signeersessie van Mark de Bel, dat is enkel voor het basisonderwijs, en een boekenpakket van hem beschikbaar. Dus er zijn heel wat andere prijzen die je naast het ondersteuningsmateriaal en naast het promotiepakket, die je ook nog kan winnen. Hoe verloopt onze campagne? Wat is nu de timing? Normaal gezien zijn de inschrijvingen al gestart. Die liepen tot 15 januari, maar we hebben die uitzonderlijk verlengd tot 31 januari. Vanaf 1 februari starten de effectieve acties. Dan kan je bijvoorbeeld met de nieuwe oefenstof van de beweegbuddy aan de slag. Dan kan je bijvoorbeeld al een test van bijvoorbeeld basket laten doorgaan. En dan wordt ook het materiaal opgestuurd. 30 april, dan eindigt eigenlijk een aantal, allee, dan eindigden de acties waarvoor je zaken moet registreren. Dat wil zeggen de scores van de jeugdolympiade of de uitdagingen voor het secundair onderwijs moet doorgeven. Dus dan wordt eigenlijk alles verzameld. En dan ja, 16 mei voor het basisonderwijs start eerst de eerste slothappening van de drie momenten. Als jullie interesse hebben, hoe kan je dan nog inschrijven? Heel eenvoudig. Je kan naar de website www.sport.vlaanderen/vip2024 surfen. En daar kan je ofwel als gemeente, ofwel als school, ofwel als sportclub, kan je daar gaan inschrijven. Het inschrijvingsformulier is vrij eenvoudig. Je kan bij de start eigenlijk de type organisatie aanduiden, gemeente, school of sportclub. En dan verder gegevens aanvullen. Het wijst zichzelf uiteraard uit. En dan als laatste. Ja, zou ik willen zeggen van ja, doe mee met de campagne. Schrijf je in, ga één of meerdere uitdagingen aan. Uiteraard, hoe meer uitdaging, ga je ze alle drie aan. Dan maak je kans op de hoofdprijs te winnen. Verspreid de boodschap, niet alleen naar binnen je school, maar eventueel ook binnen je sportclub, binnen je netwerk van leerkrachten LO.
Of binnen je gemeente. En wie weet, ga je met de bus naar Parijs?